Welkom bij de Gelre Passion in Arnhem. 70 top amateur muzikanten van het Arnhems Promenade Orkest brengen de Passion ten gehore in de Walburgskerk. De Passion is opgedeeld in twee delen. Een concertversie van La Passio de Christ, gearrangeerd door Ferrer Ferrand. Tegelijkertijd start er een processie vanaf de Rozet richting de kerk. En wanneer deze processie is aangekomen bij de kerk, start het tweede deel van het concert met liederen van Tony Neef en Linda Wagenmakers. Het passivaal, dat wordt verteld door diaken Ton Belling. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven. Weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. En blijf al daar totdat ik het u zeg, want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind te doden. Naar beneden om te brengen.
sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. In wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om door de duivel te worden bekoord. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij uiteindelijk honger. En de verzoeker kwam en zei tot hem: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen brood worden. De duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak van de tempel en zei tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf dan naar beneden. Er staat toch immers geschreven: aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u en u op handen zullen zij dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen zult stoten. Jezus zeide tot hem: er staat ook geschreven: gij zult de Heer uw God niet verzoeken.
dagen nam de duivel Jezus mede naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: dit alles zal ik u geven, indien gij u neerwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan. Er staat immers geschreven: de Heer, God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg. Anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna, de zoon van David,
Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Dat het over 2 dagen het paasfeest is. En dan zal de Zoon des Mensen worden overgeleverd om gekruisigd te worden. Geworden was, lag hij aan met de 12 discipelen. Ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane.
En hij zei tot de discipelen, zet jullie hier neer, terwijl ik heen ga om daar te bidden. Stad op, laten we gaan. Zie, die mij overleveren is nabij. En de hoge priester zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt dat gij de Christus zijt, de Zoon van God. Maar de overpriesters en de oudsten overreden de scharen dat zij om Barabbas zouden vragen. Maar Jezus ter dood zouden laten brengen. En de stadhouder antwoordde en zeide tot hen, wie van die twee wilt gij dat ik u loslaat? En ze zeiden, Barabbas. Pilatus zei tot hen, wat moet ik dan doen met Jezus, die gij de Christus noemt? En ze zeiden allen, hij moet worden gekruisigd, kruisig hem. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gezelde hij en gaf hem over om te worden gekruisigd. Ook klopte zij van doorn en een kroon en zette die op zijn hoofd en gaven hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor hem neer op de knieën en spottend zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit en deden hem zijn kleren weer aan. En ze leidden hem weg om hem te kruisigen. En zekere Simon dwongen zij om zijn kruis te dragen. En ze kwamen aan een plaats genaamd Golgotha. Dat is de zogenaamde schedelplaats. Zij gaven hem wijn, vermengd met azijn te drinken. En Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden.
Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is verrezen, gelijk hij gezegd heeft. Is mij gevraagd om de aanleiding van de liederen van vanmiddag om daar een korte gedachte telkens over te geven. En het lied over de Via Dolorosa, eigenlijk gaat het hierom. Nadat Pontius Pilatus, de Romeinse prefect van Judea, Jezus had veroordeeld tot de kruisiging, werd Jezus gedwongen om de Via Dolorosa op te gaan. De weg van de pijn, de lijdensweg. Te ondergaan ook met dat zware kruis op zijn schouders, vanuit die stad Jeruzalem naar boven toe, die kruisweg lopend. En tijdens die hele lijdensweg naar de executieplaats Golgotha schreeuwden de mensen die langs de weg stonden: weg met hem, kruisig hem. Dit moet voor Jezus werkelijk een enorme lijdensweg geweest zijn. Bloedend uit al die wonden van de gezeling, waarvan ook de striemen op zijn lichaam zichtbaar waren. En met die doornenkroon die ze op hem op het hoofd hadden gedrukt en nadat ze hem ook daarna zo bespot hadden, was hij daar schande voor iedereen. Maar daar op Golgotha werd dat kruis van Jezus, zijn kruis, een triomf. Het werd een troon voor hem. En toen hij stierf en uiteindelijk in de hemel werd opgenomen, is dat kruis een teken voor ons allen, juist ook in deze tijd. De straat
En daar staarden ze hem na. De man die sterven moest op Golgotha. Langs de Via Dolorosa, heel de lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning. De kroon van doornen om zijn hoofd gekneld. En hij droeg met iedere stap de hoon van hen die, die riepen, kruisigt hem. Langs de Via Dolorosa, heel de lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Tony Neef zal straks een lied zingen. Dat iemand van je houdt. En weet je, geld is macht. En macht is status. Hoe vaak worden die dingen niet gezien als zaken die een mens gelukkig maken. Ja, zogenaamd gelukkig. Maar dat is slechts schijn. Schone schijn. Wat een mens echt gelukkig maakt, eigenlijk, dat weten we allemaal, is de liefde. Waar we allemaal om verlegen zitten. Alle vormen ook van liefde. Ze geven ons zo'n gelukzalig gevoel. Liefde voor elkaar, voor je kinderen, voor de dieren, voor de natuur. En kijk nu naar het naderende voorjaar met die prachtige dag vandaag. Het is ook de muziek, maar het is ook de liefde tot God. En de hoogste vorm van liefde is die liefde welke je kunt hebben voor één bepaalde persoon. Voor de liefde van je leven. Hij of zij met wie je het leven wilt delen. Voor wie je alles wilt doen. Voor wie je wilt gaan. Voor wie je alles wilt betekenen. Met wie je alles wilt delen in voor, maar ook in tegenspoed. In het blindelings vertrouwen in en op elkaar. Daar krijg je geen macht of geen status tegenop en dat weten we ook allemaal best. Liefde is troost in droefheid, is stilte in alle tumult, is rust, in onrust en hoop in wanhoop. In dromen en in de liefde is alles mogelijk
en niets onmogelijk. Maar liefde is vooral ook geven. Jezelf willen geven en vooral ook durven geven. Jezelf geven schenkt namelijk vrijheid, schenkt geluk. Linda en Tony gaan nu zingen over dat ene moment. Het verleden is geweest, de toekomst moet nog komen. En het heden is waar je invloed op kunt uitoefenen, ook al is dat dan een moment tussen heden en toekomst. Een goede raad is altijd: koester je herinneringen, maar leef in het heden, in het nu. Leef ook in dit moment nu hier van deze zeer bijzondere middag. Leef dat moment van vreugde, van ontroering. Het verdrijft je zorgen. En het is de beste manier om te kunnen gaan met het mooie. Met misschien ook wel het meest ontroerende moment. Dat is genieten met elkaar. Dat is waardering hebben wat hier gebeurt.
De mooiste momenten blijven ook altijd. De mooiste momenten zijn de momenten van liefde. En eigenlijk, we weten het allemaal. Het is heel moeilijk om te weten op welk moment liefde begint. Maar het is minder moeilijk om te weten dat liefde begonnen is. Want je voelt dat. In onze wereld zijn er altijd mensen die op een ander wachten. Of dat nu midden in de woestijn is of ergens in een grote stad. Maar als mensen hun paden kruisen en hun ogen elkaar echt ontmoeten, dus echt ontmoeten, dan verliezen het heden, het verleden en heden hun belang. Alles wat er dan te doet is dat ene moment dat onze ogen die van de ander kruisen en die ogen die zo bijzonder tot ons spreken. En dat is ook vandaag, op deze bijzondere dag waarin we het kruis van Christus gedenken, waarvanaf hij ziet naar ieder van ons.
Linda gaat zo voor u zingen, Heb het leven lief. En daar denken we eigenlijk niet zo altijd zo over na. Maar vindt u het leven op zo'n moment als vanmiddag eigenlijk ook niet een persoonlijk geschenk aan u, aan mij, aan ieder van ons? Het geeft ons te dragen wat er komt. Liefde en lijden, goed en kwaad. We kunnen ons leven natuurlijk aanvaarden zoals het komt in al haar verzetten. Maar we weten ook, het kan soms ook een enorme strijd zijn. Als je mensen tegenkomt die ziek zijn, gebrekkig zijn, mensen in nood, dan kan het een strijd zijn. Je kunt het leven ook lief hebben om het wonder dat je bent. Met liefde ook je leven omarmen met al wat erin is. Leven zonder vreugde bestaat niet. Ik zag het van de week nog met een kind in een kinderwagentje wat heel zo lief lachte. Het was de glimlach van een kind. Het maakt je blij. Maar het is ook de zonnestraal vandaag op zo'n lentedag. En altijd weer zullen er ervaringen zijn die ons blij maken. Leven zonder lijden, dat weten we, bestaat evenmin. Altijd zullen daar tegenvallers zijn. Ook tegenvallers in liefde, in ziekte, ja, op allerlei gebied. Maar dient alles ook juist niet tot ervaring, ja, tot groei, tot uitgroeien wie je uiteindelijk mag worden, wie je uiteindelijk mag zijn. Dat is leven. Leven is ontvangen, maar het is ook geven. Geven aan de ander, maar ook eens alles geven, ja, je leven afgeven en teruggeven aan diegene van wie je het leven ontvangen hebt. Maar is juist jou, ook mij, daarom juist het leven niet gegeven? Linda. Zing het hoogste lied.
Dankjewel, Linda. Ja, zo'n lied van Linda, daar leer je wat van. En die Jezus van vanmiddag in de Passion leert ons ook een stukje te aanvaarden. Leert ons ook los te laten. Ja, in vrijheid durven geven. In de overtuiging, in zijn wetenschap, dat er een nieuw leven is. Heb het leven daarom ook lief, er is nog zoveel meer. Durven voor te gaan, daar juist om lief te hebben. Dan komt Tonnie Neef. De meesten kennen ons wel, kennen het wel. Het lied van Wim Sonneveld, dat lied over dat dorp, dat Tonnie nu gaat zingen. En ondanks dat het tegenwoordig zo makkelijk is om te reizen, om je elders te vestigen, blijven veel mensen toch nog steeds gehecht aan hun geboorteplaats. Of dat nu een stad of dorp is, zoals Bethlehem, waar Jezus is geboren, of een stadje Nazareth, waar hij opgroeide. Daar waar onze wortels liggen, denken we eigenlijk altijd nog heel graag aan terug. In de stad zie je heel veel mensen, maar zie je veel mensen ook weinig. In een dorp zie je weinig mensen, maar die zie je dan ook veel. En waarschijnlijk is dat laatste ook wel een beetje beter voor onze gezondheid. Hoe sneller de wereld om ons heen gaat, in hoog tempo ook verandert, des te vaker denken mensen met warme, nostalgische gevoelens terug aan hun jeugd in de stad of het dorp waar ze zijn opgegroeid. Als je jong bent, dan lijkt alles eeuwig te duren. Voor een kind duurt een uur, soms een dag een week en een week een jaar. En alles lijkt wel nooit te eindigen. En toch komt aan dat gevoel ooit een eind. En dan is het goed om die mooie herinneringen te kunnen koesteren en toch altijd uit te durven zien naar een toekomst. Zo ook te durven en willen blijven geloven, met ook al je vraagtekens en twijfels. In die boodschap die Jezus ook vanmiddag vertelt en voorleeft. Velen hebben de kerk verlaten, maar Jezus blijft. Tot die graag. Heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het duinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd, en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Het klinkt veel vast, dan kun je zien hoe op het bankstel staat bij wie, en haar dress zwaar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt mij wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeder stoutje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, en dit is al wat rest voor mij. Een aanzicht en herinneringen van toen ik langs het tuinpad van mijn vader. De hoge bomen op zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Nu zo dadelijk zullen we Linda horen over een lied, Afscheid nemen. En eigenlijk is afscheid nemen altijd een van de moeilijkste dingen van het leven. Afscheid lijkt wel altijd pijnlijk te moeten zijn. En toch, afscheid is eigenlijk geen afscheid. We leven voort met de herinnering. Met alles wat we deelden, wat we beleefden, wat we hebben ontvangen. Alles wat we voelden en voelen. En ook alles wat we mochten ontvangen. En zo is het afscheid zoals we hier nu samen zijn. He, rond de Passion, he, dit lijdensverhaal van Jezus. Vanaf die kruisweg en vanaf dat kruis gaan zijn woorden, zijn blik naar ieder van ons. Naar ieder van ons die ook maar dat wil horen, wil zien. De passie is voor ieder van ons hier in eigen stilte, in eigen gedachten, eigen vragen. Maar ook de vraag, wil ik daarbij stilstaan? Linda. Smile for more to love.
De titel van het volgende lied is Waarom God, dat Tony Neef nu zal zingen. Dat roept vragen op bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Die waarom-vraag ligt vaak zo voor in de mond al bestorven. Waarom moet ik naar school, zegt een kind al. Waarom moet ik nou die groente eten? En waarom mag ik niet mee? Waarom ben je boos op mij? En waarom zouden we eigenlijk nog een kind bijnemen? Allemaal vragen waarop min of meer eenvoudige antwoorden zijn te geven. Maar het wordt moeilijker bij ethische vragen. Zoals waarom al die oorlogen? Waarom al dat lijden? Waarom al dat onrecht? Waarom die euthanasie? Nog moeilijker wordt het bij vragen over leven en dood. Waarom leef ik eigenlijk en waarom sterven we? Vragen waarop ons denken, de ratio, wordt losgelaten. En we kunnen geen sluitend antwoord vinden. En toch, geloof in God kan ons eindelijk helpen, werkelijk helpen om deze vragen het hoofd te bieden. Biedt geloof geen houvast, geeft geloof ook niet wat rust. Het is het anker waar velen zich zo graag aan vasthouden. En dat passieverhaal, maar juist ook de werkelijkheid, de historie daarvan, die onomstotelijk vaststaat, kan ons, die hele boodschap in het lijden van Jezus, kan ons rust en vertrouwen geven. Ja, zelfs een diepe blijdschap. Blijdschap dat het bestaat, dat er ooit iemand was die zijn leven heeft willen geven voor jou, voor mij, voor ons, voor de wereld. Vrijblijvend, zonder iemand dan ook maar vragen te stellen, zich alleen maar aanbiedend. Dit ben ik voor jou. Toen. Waarom zij dan 's nachts nooit slapen wil? Waarom dit meisje naar bloesem geurt? Waarom ze koel voelt, het is windstil. Hoe bij veel slechts toch iets goeds gebeurt. Vietnam, je blijft een raadselachtig iets. Met al die vragen uit het niets. Juist nu moest ik hier zijn, vraag ik u. Niets had ik van dit land verwacht, en nu zendt u mij deze nacht. Wie is dit kind dat zo vredig slaapt, hier in dat hok dat naar armoe stinkt? Waarom haar parfum me zweverig maakt? Waarom haar stem in mijn hoofd steeds zingt? Vietnam, jij die op vragen in mijn hart nooit antwoord geeft, maar juist verwaart. Waarom, God, juist nu moest ik haar zien? Meer ervaren hoer heeft mij nog nooit zoveel gedaan als zij. Toon mij, God, uw plan. Maak dat ik haar helpen kan. Niets bond mij aan dit kapotte land. Nu staat zij in mijn ziel. Ik denk een
erbij. Het was hier beter voor mij. Ambassadechauffeur, dat opent hier toch elke deur. Dat is een baan die status heeft. Zorg dat je als slot in Frankrijk leeft. Ja, zolang je maar niet de waarheid geeft. Linde Wagenmakers en Tony Neef zullen u nu het lied zingen, De Laatste Nacht. En dat lied dat zette mij aan tot een gedachte, naar aanleiding van de Passion, hoe onnoemelijk eenzaam en duister moet het geweest zijn in die nacht voor Jezus daar in die Hof van Olijven. Een jonge vent in de bloei van zijn leven. Maar in zijn ideaal zit de dageraad, de zekerheid dat door alles heen het leven door zal gaan. En in wat voor vorm? Hij wist dat. Misschien was dit weten op dat moment wel van hem weggenomen, maar hij was ervan overtuigd dat eeuwig leven zijn eigen was. In welke vorm en waar? We weten het niet. De beste manier, denk ik, om je religieuze gevoeligheid aan te spreken, dat gevoel van ontzag, is deze middag met je mee te willen nemen naar Pasen toe. En tijdens een heldere nacht in de komende week, kijk dan eens omhoog. Kijk eens omhoog naar de maan, naar die sterren, de planeten en daarachter nog meer zonnestelsels. Dat hele universum. En daarin jij, die kleine, hele kleine mens, voor wie heel persoonlijk dit leven is en ook dit waar gebeurde verhaal, ja, die diep ontroerende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, die we vanmiddag hier met elkaar gedenken. Hierin ben ook jij, ook ik, zijn we allen meegenomen in die grote liefde van totale zelfgave. Uit ideaal voor jou, voor mij, voor heel de mensheid, ja, voor ieder mens in het bijzonder. Drijft gedreun van oorlog en martyr.
leven nog waarde heeft, zul je thuis zijn. Jij bent mijn thuis. Jij zult mijn wereld straks zien met mij. En dan is eindelijk jouw hel voorbij. Een melodie sleept ons mee, alleen voor ons twee. Naar de Gelre Passion. Ik hoop dat u genoten heeft en ik wens u nog een fijn Pasen.